samen met Wilde Willy en Redo. In samenwerking met Tarun van 45 Life, Nieuwe Oost en het Hip Hop Huis. Zijn we eigenlijk begonnen met Return of the Bboy. En de insteek was dat wij zoiets hadden van, je hebt weinig jams hier in Rotterdam, in de omgeving van Rotterdam. Waar je echt kon jammen, gewoon waar cijfers voorop stonden. En dat is wel allemaal belangrijk van. Dus we hadden zoiets van, weet je wat, laten we dat terughalen. En de Nieuwe Oost heeft ons gewoon een hele dope locatie gegeven om het maandelijks te kunnen doen. En deze jam doen we eigenlijk voor mensen die het dope vinden om kringen te rocken, cijfers te rocken. Gewoon te dansen, weet je, hier moet niks, alles kan. Wil je battelen, ga je battelen, wil je jammen, ga je jammen. Peace, love, unity, having fun. Gewoon hip-hop, man. And that's it. Hip-hop is weer terug in de stad waar het ooit allemaal begon. De echte b-boy, zeg maar. Ik ben altijd begonnen met competities, met break. En keek altijd naar clips van vroeger die voorbij kwamen. Waarin je zeg maar echte jams zag. Echte b-boys gewoon gingen jammen in plaats van 3, 2, 1. En er werd een beslissing gekozen dat iemand gewoon. We hebben een DJ, we hebben een host. Voor de rest het enige wat nodig is zijn de b-boys. Het is gewoon weer als vanouds. De locatie is super nice. Je komt echt als oldschool kom je met de metro aan. Vanuit Centraal Station. En ja, je loopt gewoon met je rugzakje, loop je naar een oude fabriek toe, je komt binnen en de beats die knallen. De host staat te schreeuwen en je kunt gewoon gelijk je ding doen als je hier bent. En dat brengt de oude vibe weer terug. Dus have fun. Motivatie voor deze jam is gewoon dat gewoon de jonge generatie, oude generatie gewoon los kunnen gaan. Keihard dansen, met elkaar socialize wat ze normaal nooit doen. Of weinig. En ja, daarom vind ik het gewoon te gek dat Return of the Bboy gewoon is. Om die plek aan te bieden. Ik ben gewoon eigenlijk aan het buiten spelen met je vrienden eigenlijk. Zo zie ik het een beetje. En ja, deze speelplaats is geweldig voor mij. En hopelijk ook voor iedereen. Oké, routine. Dat bedoel ik nou, man. Moet je op het einde van die krentjes of zo.